Zo. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn, jongens. Ja. Hey, wij hebben natuurlijk bijna de vakantie. Of jullie hebben eigenlijk vakantie, toch? Ja. Ja. Nou, 6 weken. 6 hele weken. Dus jullie gaan je 6 weken lang vervelen. Nee! Jij gaat 2 keer op vakantie zelfs. Ik hoor iemand al die gaat op kidskamp en op vakantie. Gaan er nog meer? Steek even je hand op. Wie gaat er op vakantie? Dat zijn echt heel veel mensen. Ik ook hoor. En wie gaat er op vakantie met de fiets? 1 iemand op vakantie met de fiets. Ja? Dat is super stoer, hè? Fietsvakantie. Dan ben je echt heel... En wie gaat er op vakantie met de auto? Met dat beestje aan. En zijn er ook nog... Zijn er ook nog mensen die op vakantie gaan met het vliegtuig? Oeh. Gaaf, hè? Met de bus. Nou, ik heb een plaatje. Wil jij het plaatje klaar doen? Stil maar. Mogen alle neuzen weer deze kant op? Mogen jullie allemaal weer deze kant op kijken? Kijk. Vroeger... In de tijd van de Bijbel gingen de mensen eigenlijk nooit op vakantie. Ze gingen wel eens op reis. Ze gingen wel eens op reis. Maar eigenlijk alleen als er iets was waar je voor op reis moest gaan. Dus bijvoorbeeld het Pesachfeest. Hè, dat noemen wij nu het Paasfeest. Maar wat heet het? Pesachfeest. Dan gingen de mensen met z'n allen op reis naar Jeruzalem. En wat denk je? Hoeveel mensen zouden er toen met het vliegtuig zijn gegaan? Nul. Nul, want die hadden ze niet. En hoeveel mensen met de auto? Nul. Ook nul, want die hadden ze ook niet. De fiets misschien? Nul. Paard. Ook niet. Paard. Paard. Ezel. Nou, misschien hele rijke mensen. Lopen. Maar kijk eens naar deze mensen. Die zijn lopend. De meeste mensen moesten gewoon lopen. Nou, wie wil er vandaag met mij van hier naar Rotterdam lopen? Naar Rotterdam. Ja. Dat is ongeveer, hoe lang zou het lopen zijn, denk je? 2 dagen. 2 dagen? Nou, naar Rotterdam iets korter. Dat moet wel in 1 dagje lukken. Maar stel je nou voor, hè, dan moet je dus... En oké, dan wil ik wel een aantal mensen zien, die willen met mij mee. Maar, jullie moeten dan wel de tent en de slaapzakken en al het eten en drinken ook dragen. Want dat kan ik natuurlijk niet zelf. Oké. Ja? Dus dat is ongeveer 20 kilo per persoon. Ongeveer 20 pakken melk moet je mee sjouwen. En we hebben geen ezel. We hebben niks. Nog steeds mensen die er zin in hebben? Ja. Nou, hier in dit verhaal, en dit verhaal staat niet zo in de Bijbel. Maar straks komen we bij het stukje wat wel in de Bijbel staat. Dit verhaal gaat over Joas. Nou, je ziet Joas hier zitten. Hè, met zijn vader en zijn moeder. En wat zijn ze hier eigenlijk aan het doen? Pannenkoeken bakken, kamperen, hè? Ja. Ja. En Joas die vindt het aan de ene kant wel leuk, wel gezellig met zijn vader en moeder bij het vuurtje. Lekker wat eten zo meteen. Wil je wat vragen? Nee. Oké, dan mag je arm lekker naar beneden doen. Hij vindt het wel lekker zo bij het vuurtje, maar hij vindt het eigenlijk ook wel een beetje spannend. Want hij zegt, papa... Als wij hier nou zo gaan slapen en er komen rovers. Of een grote beer, hè? Wat moeten we dan doen? Ik vind het eigenlijk wel een beetje eng. Kunnen we niet misschien toch dan beter naar huis gaan? Want ja, die rovers en die beren, die waren er wel echt. Dat heeft hij niet verzonnen. Nou, zegt zijn vader, dat hoeft niet. Want wij hebben God die ons beschermt. En weet je dat het leuk is? Omdat zoveel mensen elk jaar op reis moesten. En al die reizen zijn ook best wel spannend. Hadden ze liedjes gemaakt. En die staan in de psalmen. Als je soms gaat wandelen. Ik weet niet wie wandelt er wel eens vaker met zijn vader of moeder. En gebeurt het dan ook wel eens dat je denkt. Oh, hoe lang moet het nog? Ik ben het echt zat. Ja? En is het dan ook wel eens zo dat een van je vader of je moeder ineens een liedje begint te zingen? Ja.
Nee, dat doen jullie niet. Nou, weet je, mijn vader en moeder, die begonnen dan vroeger. Oh jongens, dan komt het potje met vet. Nou, daar gingen we hoor. We hebben een potje met vet. Retteketet, al op de tafel gezet. Retteketet, we hebben een potje vet. Al op de tafel gezet. Dit was het eerste couplet. Retteketet, we hebben een potje met vet. Nou, en dan moesten we allemaal lopen met dat potje met vet. Nou, dat hadden ze dus in de Bijbel ook, maar ze hadden niet zo'n stom liedje als een potje met vet. Dat zingen de grote mensen vanmiddag nog. Graag gedaan. En dat zing jij ook. Zij hadden de psalmen. En David had mooie liederen gemaakt voor als mensen op reis waren. Omdat de reizen vroeger best wel spannend waren. Dus ik ga maar jullie voorlezen. Ja? Kan je het niet zingen? Nee, want ik weet dus niet op welk wijsje het is. Ja? Ik sla mijn ogen, dus ik kijk, naar de bergen. Dat is waar mijn hulp vandaan komt. Mijn hulp is van de Heer, die de hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Je bewaarder zal niet sluimeren. Dat betekent, hij zal niet indutten. Hij doet geen dutje tussendoor. Hij zal niet sluimeren of slapen. Dat betekent, de Heere God slaapt nooit. Hij ziet jou altijd. En hij ziet altijd waar je bent. En hij is er altijd om jou te beschermen. Staat er nog een keer. De Heer is je bewaarder. En hij is als de schaduw aan je rechterhand. Nou, je schaduw heb je altijd, hè jongens. Altijd. Die gaat nooit weg. De zon zal je overdag niet steken en de maan niet in de nacht. De Heer zal je bewaren voor alle kwaad. Je ziel zal hij bewaren. De Heer zal je uitgaan en je ingaan bewaren van nu tot in eeuwigheid. Nou, en Joas zijn vader, die ging dat voor hem zingen voor het slapen gaan. En toen dacht Joas, ja, en zo is het waar ik ook ben. Wat er ook gebeurt, want er gebeuren soms wel leuke dingen, soms niet leuke dingen. Maar God is altijd bij mij. En hij zorgt voor mijn hart, hij zorgt voor mijn ziel. Zodat ik altijd veilig ben. Yes, we gaan even bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we ons mogen verheugen op een leuke vakantie. Met allemaal leuke dingen, ver weg, misschien dichtbij of gewoon thuis. Maar u bent bij ons, Heer Jezus, en u slaapt nooit. Dat vinden we zo fijn, want we kunnen altijd met u praten als we midden in de nacht bang zijn. Of als we gewoon slapen. U bent bij ons en u ziet ons. Dank u wel daarvoor. En ik bid voor alle kinderen dat we een hele goede vakantie gaan hebben. Amen.